een deel van ons land een droogterecord te zien zal geven, maar ook de zomer in zijn geheel zal zeker bij de drie droogsten van de laatste 250 jaar terechtkomen. De populaire weerman Jan Pelleboer uit Paterswolde kon echter ook ander weer voorspellen, met even opgewekte stem. De afgelopen nacht gaf in Nederland weer behoorlijk veel neerslag, met name Zuid-Nederland, Eindhoven 17 mm, zodat februari in ons land al een behoorlijk te natte maand is. Gaan we naar het noorden toe, de vorstgrens, die is teruggedreven tot Zuid-Scandinavië en voorbij Moskou. Terwijl het weerschip Cumulus van de KNMI, dat bij de Noordelijke IJszee ligt, hagelbuien melden. Het vertrekt morgen weer op reis naar Rotterdam en wordt daar weer afgelost door een Noors weerschip. Waarom doet u het? Ja, waarom? Nou, eigenlijk wel om mijn brood ermee te verdienen, want ik ben weerkundig medewerker van een 15 dagbladen. De Tros, de Wereldomroep. Wij zijn in ons land met twee mensen buiten het KNMI om. Ook mijn collega de heer De Jong, bekend van hier en nu. Die dit werk ook doet. Wij zijn de beide enigen. Maar het is niet zo dat men ons bij het KNMI beschouwt als beunhazen op dit gebied. De verstandhouding, dat wil ik hier ook duidelijk zeggen, die is zeer goed en erg prettig. We hebben waardering voor beide. En wat die Wereldomroep betreft is misschien nog wel interessant dat ik u toch nog even één van de albums laat zien. Want elke zomer ontvang ik ongeveer 100 tot 120 aanzichtkaarten. Mooie gekleurd uit alle delen van Europa, van mensen die daar op campings verblijven enzovoort. En die daar menen te moeten reageren. Enkele brieven komen zelfs bij het KNMI terecht, maar dan stuurt men ze trouw de volgende dag weer naar ons land terug.